Ja, ik lag dus laatst te denken, hè. Of dan zou ja, laatst. Ik lag na een paar seconden geleden dacht ik dus te denken van, ja, wat moeten die mensen allemaal niet van mij denken, weet je wel? Die moeten ook denken, want dat is echt een totaal idioot of zo. Die Vincent, die is echt niet goed wijs, denken ze dan. Ja, daar kunnen ze best wel eens gelijk in hebben, denk ik dan. Maar aan de andere kant denk ik, ja, lekker je bek houden, rol. Je kent mij niet eens. Je ziet alleen maar een filmpje van mij en dan heb je al een oordeel. Het is wel makkelijk, hè, om een oordeel te hebben afgaande op ja, een paar duizend video's op YouTube. Hè? Denk je dan dat je een totaalplaatje hebt van mij of zo? Wat ik dan werkelijk ben, of niet? Hè? Ken je mij echt? Weet je, het enige wat het oordeel, waar dat oordeel wat over zegt, is over jezelf. En dat zegt niks over mij. Nee, dat zegt niks over jou. Oh, ga jij er ook nog mee bemoeien? Ja. Godverdomme, ruik hoe het stinkt. Ja. Ik heb het over mijn... Het staat echt blauw. Godver. Zie je nou ook behandeld word? En dan over mij gaan oordelen. Ja, leven met een beperking. Het is echt best wel heftig. En af en toe denk ik ook, ja joh. Maar goed, we hadden het over mij. Laten we niet van het onderwerp... hoe zeg je dat? Laten we het over de inhoud hebben. Daar heb ik het altijd graag over, dat de inhoud. Want als er iemand is die het graag over de inhoud heeft, dan ben ik het wel. Ja, en wie ben jij dan wel niet? Jij kan wel denken, wat is dat voor mogol? Die VSS. Maar misschien denk ik ook wel over jou van, wat ben jij wel eigenlijk niet voor mogol? Dat is waarschijnlijk wel wat ik denk, hoor, als ik je zie. Dat ik dan denk, wat is dit voor kankeridioot, joh, hè? En waarschijnlijk hou ik dan gewoon mijn bek. En dan laat ik je lekker bungelen. Net zolang tot je bij jezelf denkt van, Jezus. Wat ben ik eigenlijk wel niet voor kankeridioot? Nou, dan ga je lekker weg. Of je blijft staan, dan moet jij weten. Maar tenzij we een leuk gesprek hebben. Dat ik denk van, oh, wat een leuk gesprek. Van dit persoon wil ik nog veel meer weten. Dat heb ik niet heel vaak, maar misschien ben jij wel degene van wie ik meer wil weten. Of juist niet. Dan zeg ik, joh, ik denk dat we wel uitgeluld zijn, vriend. Of vriendin. Kan ik er maar lekker een end op, denk ik dan. Ja, of niet. Het is maar net hoe mijn pet staat, weet je wel. Nee, ik heb eigenlijk zelden goede gesprekken. Jezelf, ja. Ook thuis niet. En maar commentaar leveren. Lapswans. Ja. Het gaat maar door. Zie je hoe ik hier getergd word, gepijnigd. En mensen maar afvragen waarom ik ben zoals ik ben. Nou, hier heb je het antwoord. Oh, wauw. Ja, ik wist niet dat ik hier invloed had, hoor. Je hebt nog niet meer chocolaatjes gepakt. Oh. Ik heb kaas gepakt. Nee, dat is geen chocola. Nee. Kaas is geen chocola. Nee, niet dat je denkt dat kaas chocola is. En vice versa. Wat vet zo stinkt. Dus jongens en meisjes, oordeel niet te snel. Kijk eerst eens een paar duizend video's van iemand. En dan kan je enigszins tot een conclusie komen. Maar toch ook niet helemaal, want... Ja, misschien is degene die achter de camera zit niet degene die zich zo voordoet als dat hij voor de camera is. Denk daar maar eens over na. Ja? Want degene die achter de camera zit is sowieso niet degene die voor de camera zit. Snap je? Snap je waar ik vandaan kom? Weet je? Degene achter de camera, dat is een cameraman of vrouw. Het ligt eraan of hij of zij een vagina heeft of niet. En degene die voor de camera zit, daar mag je dan een oordeel over hebben. Of niet. Want ja, je kent die roze niet eens. Of die mevrouw.
dat ligt dan ook weer een beetje aan de hoe zeg je dat? Geslachtsvormen. Kaas komt niet van een plant. Uiteindelijk komt het wel van een plant. De tabletjes liggen er nog, toch? Geen dag zonder tabletten voor Vincent. En waar hadden we het nou over? Ik krijg niet eens in je bek. Ja, ik ken wel wijven die hem in hun bek krijgen. En met gemak ook echt. Maar ja. Dat ze die wijven lekker weten. Kijk. Als je dan, ik denk dat je daar wel mee voor de dag kan komen. Zeg, joh, hier, kijk mijn penis is. Ik heb echt een hele dikke penis. En dan hoef je niet, dan straal je dat ook gewoon uit, weet je. Als je echt zo'n hele grote dikke penis hebt, dan dat ruiken ze gewoon. Dat hoef je niet eens te zeggen. Daar hebben ze een neusje voor. Nou ja. In ieder geval...